Het Foodbasket-project dat tot doel heeft om basisgoederen tegen betaalbare prijzen beschikbaar te maken voor de bevolking, blijft vooruitgang boeken. President Chandrika Prasad Santokhi opende op 27 april een vierde Foodbasket aan de Fredericiweg in het district Nikeri. Het staatshoofd merkte op dat het 4 maanden heeft gekost om deze Foodbasket in het district te realiseren. En nu is het aan de gemeenschap om te laten zien dat dit een goed besluit was. Dit zal resulteren in meer financiële ruimte voor de gemeenschap om aan andere behoeften te voldoen, meent het staatshoofd. Ik weet niemand gaat klagen van deze prijs. Van mijn analyseer alassi, een prijs. En dit is heel goed. Begrijp je? Ja, zo is alles zwakker wanger. Het is voor iedereen. Nou, een onderdeel van ons sociaal programma. En we beginnen aan 12 producten. Hoe jaar gaan we naar 20? Hoeveel gaan jullie krijgen nu? Totaal? We hebben alles. Oké, want opdracht is nu brengen naar 30 en daarna brengen naar 40. En die kip moet ook erbij. We hebben gesproken met Helischek. Laat die kip nu ook erbij komen. En u kan zien wat die prijzen zijn. Die prijzen zijn laag. En nu daalt die koers. Dus die prijzen kunnen nog lager. En dat is wat ik jullie beloofd had, dat we zitten. Dus we zitten. Op een goede wijze. Met betrokkenheid van de gemeenschap. Maar hoe is die Foodbasket hier gekomen? Het is een heel groot probleem geweest. Waarom? Omdat er een beleid is door het team dat alle district, alle de resort moest vinden. Eigenaar Sanjon van deze pas geopende Foodbasket is dankbaar dat de gemeenschap eindelijk toegang heeft tot betaalbare basisgoederen. Het was zijn idee om de gemeenschap op deze manier tegemoet te komen. Hoewel Sanjon lang moest wachten op de realisatie van dit traject, is hij dankbaar. Ik weet niemand gaat klagen van deze prijs. Van mijn analyseer alassi, een prijs. En dit is heel goed. Begrijp je? Ja, zo is alles zwakker wanger. Het is voor iedereen. Bestemd voor iedereen. Foodbaskets maken deel uit van het sociaal programma van de regering.